Vier ervaren en oud klompenmakers uit Enter sloegen 40 jaar geleden de handen ineen. Hun vak, het maken van klompen, dreigde uit te sterven. En dat mocht toch echt niet gebeuren. En dus starten ze een opleiding handmatig klompen maken. De klomp is een typisch Nederlands product. En het maken van die klomp, dat is een oud ambacht. En dat moeten we als traditie, als Nederlandse traditie, moeten we dat koesteren. Overigens is het ook zo dat wij de klomp promoten wereldwijd. Als Nederland ergens staat op een expo, dan laten we de klomp zien. Dus het is ook belangrijk dat we weten met z'n allen hoe die vroeger gemaakt werd. Wat kunnen mensen verwachten als ze hierheen komen? Nou, mensen kunnen die 28 klompenmakers aan het werk zien. Ze kunnen goed kijken naar verschillen tussen klompenmakers uit de verschillende landen. Want er zijn wat verschillende gereedschappen, er zijn wat verschillende wijzes waarop ze werken. Dat is heel leuk om te zien. Ja, en verder is het natuurlijk prachtig om deze mensen die hun passie leggen in dat ambacht, om die aan het werk te zien. Is dat nou moeilijk? Ja, wel. Het goed zicht erop krijgen van de maten en alles. Het links en rechts maken. Dat moet precies een spiegelbeeld zijn. Nu heb je deze net al een beetje gesneden. Hoe lang duurt het nog voordat je met deze klompen klaar bent? Ik denk 2 uurtjes. Als ik niet te veel gepraat krijg met andere mensen, dan ga ik vanuit met 2 uurtjes wel af hebben.